Man, waarom is alles kapot? En alles is vies. Ik geef je een kans om je hier nog uit te laten komen. Maar goed, dan moet je wel meewerken. Hallo, Simsleven. Wat kunnen wij vandaag gaan doen eigenlijk? We hebben totaal geen geld. Hoe gaan wij aan veel monies komen? Oh nee, dat ben ik niet. Ik lig volgens mij... Oh ja. Ik was het weer helemaal vergeten. De wc is vies. We zouden vandaag eventjes kunnen gaan kijken wat dit betekent. Geest naar het... In de oude Sims had je altijd dat je een optie en dan kon je daarop klikken en dan had je die geest voor eeuwig in je huis rondlopen. Nou, leuk hoor. Leuk. Ik zie dat jij honger hebt, Miley. Ik zie dat Badahari hier toevallig met zijn voeten in een pannenkoekje zit. Dus die kan je wel gaan eten. Ah, waarom is alles kapot? Repareren, dweilen van dat ding af. En daarna moet jij trainen. Oh, trainen? Weet je waar dat op lijkt? Trainen lijkt op tranen. Oh! Lijkt best wel op tranen eigenlijk. Ze staan hier echt zo erg als versiering nu. Ze staan hier... Hoeveel afleveringen staan deze mensen hier nou al? Het is echt gewoon een beetje de versiering geworden van de Sims afleveringen van mij. Nou, we gaan het proberen. Geest naar het hiernamaals laten gaan. Door de ziel van Nikke naar het hiernamaals laten gaan, zal haar geest... Nee! Kijk! Dit bedoelde ik nou. Flikker op, dat gaan we niet doen. We moesten nog zo'n kamertje hebben. Ik wilde net zeggen, we moeten nog zo'n kamertje hebben, maar ik zag mijn geld en toen had ik alweer tranen. Oh, wie heeft dit nou weer hier neergelegd? Het is echt ongelooflijk, hè? Het is echt ongelooflijk. Wij deden boven lichten ook allemaal shit. Ja, ik wist het. Ik wist het. Deze man die is te lui gewoon, hè? Maar wat de fuck gebeurde daar? Hij dacht zo, oh, muziek, reset alles. Wow. Hier, want alles is nu weer weg wat ik heb aangeklikt. Hier, het is gewoon compleet vergeten na dat ene dansje. Waar is de stamboom? Daar is de stamboom. Ik heb 5 kinderen. Ik heb 5 kinderen. What the fuck? Hoppakee, kindje proberen te maken. Let's go. Nou, dat is ook weer gelukt. Die hebben er ook weer een kindje mee, hè? Nou, dat gaat lekker, hè? Die gaat lekker, hoor. Oh, what the fuck? Badder, are you for real? Badder is een fucking lama. Doe me goed, hè, dit. Nou, als mijn personage dan de rest van het hele huishouden, doe ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik zit eigenlijk mezelf eigenlijk alleen maar een beetje te teasen. Waar moet ik hier aan denken? Regen. Man, waarom is alles kapot? En alles is vies. Er staat hier weer gewoon fucking... Wat staat hier nou weer op de grond? Tosties. Kan iemand dit alsjeblieft opruimen? Wat is er nou allemaal aan de hand? Oh man, is er alweer wat kapot? Zo, nou, ik word hier niet goed van hoor. Hij gaat ineens in bad. In zijn Darth Vader pak. Er klopt helemaal niks van. Dit is echt fucking raar. Ik snap er helemaal niks van. Oké, nu moet ik een fotootje maken. Yes. Oké, maar... Ja, what the fuck? Kan ik toch helemaal geen foto maken vanaf hier? Heel interessant wordt dit. Ja, dit wordt hem. Le TV. Hoppakee. Nou, mooi man wordt dit. Oh, heeft hij het af? Awesome. Naam. Beestnaam gaan we deze geven. Le TV. Oké, ga snel weg, Miley. Want shit is about to get real. Zij is vast tyfus blij dat wij met haar aardige introductie. Oh, ze gaat gelijk in bed liggen. Oké, we gaan haar fixen. En misschien als ze goed is en ze krijgt genoeg baby's, laten we er gaan. Ze is al heel lang gekidnapt, dus ja. Als we deze vrouw nou gewoon eens eventjes normaal gaan doen. Blijf nou eens wakker, jongen. Ik geef je een kans om je hier nog uit te laten komen. Maar goed, dan moet je wel meewerken. Verdomme, blijf nou eens staan. Kijk, ik geef haar die kans, hè. Dit is de grootste kans in haar leven. Want ze kon ook doodgaan. Ze kon ook doodgaan. Dit is voor jullie beiden niet leuk, maar het moet even geforceerd gebeuren, dit. Ah, ze gaat weer oud. Verdomme, het gaat niet goed. Kijk, eindelijk. That's how you fucking roll. Eindelijk, het is gelukt. Show, de deur. Even. Deze vrouw krijgt de tweede kans in haar leven. Ze krijgt het.